Gegroet, lieve puzzelpikkies! En welkom bij een nieuwe aflevering van Professor Layton en de verloren toekomst! Het is jullie misschien een klein beetje niet opgevallen, maar ik draag een bril. Dat is niet omdat ik het anders niet goed kan zien, maar alles wat ik zeg klinkt fucking slim. Komt-ie. Wist je dat mensen en bananen 50% gemeenschappelijk DNA hebben? Dat is helemaal niet waar, joh. Het is wel waar. Dan denk je, oh, is dat veel? Nou, mensen en apen hebben 97% gemeenschappelijk DNA. En jij en ik echt 99,5 of zo. En in die 0,5% zit dat jij bent en ik. Dat is toch mooi? Ik ga mijn bril ook gewoon weer afdoen, want het kijkt kut. Dat is raar. Brillen zijn gemaakt om fijn te kijken. Nee, is gewoon kut. En ik zie eruit als een lesbienne. Sorry dat deze video veel te laat is. Ik ben nogal verkouden. En als je als YouTuber verkouden bent, is het een beetje alsof je een pornoster bent met AIDS. Je kan gewoon je werk niet doen, joh. Dus we gaan lekker verder met de dingen die jullie wel willen zien. Namelijk Professor Layton. Doe gerust een duimpje omhoog voor deze verkouden lesbienne. Die hier voor jullie staat te puzzelen. We moesten hierheen, geloof ik. Wat een schattig restaurantje. Bepaal ik zelf wel. Zie je dat bord? We hebben de Thames Arms gevonden. Zo praat Luke sinds deze aflevering. En het lijkt open te zijn. Zullen we een kijkje nemen? Nou, nu je het aanbiedt. Nee, ga lekker deze kant op, joh. Hier is namelijk ook nog iets te doen. Eens even kijken. Een man met zijn buik zo'n heel klein beetje uit zijn shirt. Dat is wat we zoeken op YouTube. En wie mag jij dan wel zijn? Mijn naam is Herschel Layton. Aangenaam kennis te maken, meneer. Oh, ik? Ik ben Beacon. Ik ben verantwoordelijk voor de vuurtoren daar in de rivier. Dat is een grappige naam, want een beacon is zo'n lichtbundelding. Zoals in Minecraft, die beacons. En dan is hij de man van de vuurtoren. Moet u dan niet in de vuurtoren zijn om verdwaalde schepen in de juiste richting te leiden? Luke moet echt meteen weer salty gaan doen. Oh, je bent een vuurtorenman. Waarom ben je dan niet in de vuurtoren? Oh, je bent een brandweerman. Waarom sta je niet in de fik? Goeie vragen, dat wel. Oh, hallo jongen. Ik zag je niet. En je maakte ook al geen geluid. Dus je wilt weten waarom ik hier ben? Ik wil het je graag vertellen, maar eerst moet je me helpen. Dam, 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 puzzeltje. Ik heb de hele nacht wakker gelegen van een puzzel en ik heb mijn schoonheidsslaapje hard nodig. Hij heeft echt een soort, ja, staart in. Ja, dan moet je voor puzzelen. Kun je me helpen de oplossing te vinden? Dan slaap ik vanavond weer als een roos. Doe ik het voor. Puzzel 80, de volkstelling. 40 pikarats waard. Oké dan. Eén mannelijke gast staat voor een kind. Twee mannelijke gasten staan achter een vrouwelijke gast. Eén mannelijke en één vrouwelijke gast staan achter een mannelijke gast. Eén vrouwelijke gast staat achter een kind. Hoeveel mensen zijn er minimaal aanwezig in deze omschrijving? Oké, het is sowieso heel weinig. Bij dit soort puzzels zijn het er altijd fucking weinig. We gaan het proberen uit te beelden. Ik denk dat een hele belangrijke stap die iedereen moet maken hier is beseffen dat een kind ook een man of een vrouw kan zijn. Hè? Neem dat eens even mee. Waarschijnlijk is het antwoord of 3 of 4. 5 lijkt me al heel onwaarschijnlijk. Een mannelijke gast staat voor een kind. Dan hebben we dus hier een kindman. Want ik zie het meerdere keren man. Dus we gaan even naar het kindmannetje. Ze hebben kindman. Een mannelijke gast staat voor een kind. Hier heb je man. Ja? Hier is kindman. Twee mannelijke gasten staan achter een vrouwelijke gast. Zet je hier een vrouw neer? Staan er twee mannelijke achter een vrouw. Een vrouwelijke gast staat achter een kind. Hey! Dan heb je één mannelijke en één vrouwelijke gast staan achter een mannelijke gast. Eén mannelijke en een vrouwelijke gast staan achter een mannelijke gast. Ja, één mannelijke en een vrouwelijke gast staan achter die mannelijke gast. Het antwoord is 3. Ha. Je moet er gewoon vanuit gaan dat het kindje ook een man is. En dan vanuit gaan dat de game niet begrijpt hoe een 3 eruit ziet. En dan... Bim, bam, 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 bam. Kriebel aan je neus. Dat ging verrassend goed. 40 pikarats bij me. Kijk, volwassen man, mannelijk kind, volwassen vrouw. Alle goede dingen bestaan uit 3. Zoals trio's. 1 volwassen man, 1 volwassen vrouw en 1 mannelijk kind. Dat is ook een gemiddeld trio. Of ligt het aan mij? Waarschijnlijk. Oké dan. Goh, jij bent wel een slimmerik, hè? Oké, waar hadden we jij en je vrienden nou over? Oh ja, de vuurtoren. Vroeg ons af waarom u op het vasteland bent en niet in de vuurtoren. Oh, dat. Het is nogal een triest verhaal, dus ik hoop dat je het droog houdt. Ik hou het kort. Ja, we gaan uit, jongens. Voordat ik naar Londen kwam, was ik een succesvolle vuurtorenwachter in Dover. Maar toen installeerde mijn werkgever een mechanisch bedieningssysteem in de toren. Door die machine was ik opeens overbodig. Ik was er kapot van. Oh, hij is vervangen door een robot. Wat erg. Ik had de tijd van mijn leven.
totdat de machine mijn plek innam. Hij kijkt ook zo van... wat een tragische wending. Wacht, het wordt nog erger. Toen ik Dover verliet, vond ik toch werk in Londen? In de advertentie stond dat ik op de vuurtoren moest passen. Maar toen ik aankwam, schrok ik me rot. Het stond vol met zoemende, ratelen en gonzende machines. Ik werd gek van al die machinegeluiden. Dus ik ging een stukje wandelen om tot rust te komen. Vreemd. Waarom zou de eigenaar iemand in dienst nemen als de machines al het werk doen? Beacon's verhaal klinkt me nogal verdacht in de oren, professor. Zeker. Ik heb het idee dat hier meer aan de hand is dan jij, Beacon en ik bevatten. Een vorksticker. Doe ik het voor. What the fork? Penis heeft een bezorgopdracht gekregen. Beacon's hoge hoed. Waarom heeft Beacon een hoge hoed? Waarom lijkt Beacon op Bacon? Zoveel vragen. Wat een eigenaardig schuurtje, Luke. Kun je proberen de deur te openen? Het heeft geen zin, professor. Deze deur zit potdicht. We hebben de sleutel nodig. Helaas, misschien moeten we een andere keer terugkomen. Laten we verder gaan. Laten we verder gaan naar waar de game wil dat we heen gaan. The Thames Arms. Die ja. Oké dan. Gaan we vandaag naar binnen toe. Even kijken wat daar aan het handje is of niet dan. Een man met een puzzel. Wat leuk. Heren, dame, welkom in de Thames Arms. Goedemiddag, meneer. Wij zijn op zoek naar een kennis die vandaag misschien is langsgekomen. Zoals u ziet loopt het niet bepaald storm. Een van de stamgasten was hier net, maar die is zojuist weer vertrokken. Aha. En kwam deze stamgast toevallig uit Chinatown? Het spijt me, maar ik denk niet dat ik dat soort informatie zonder toestemming kan vrijgeven. Uiteraard, ik begrijp uw zorg. Hij heeft wel een cool brilletje op trouwens, dat mag ook gezegd worden. Maar deze informatie kan cruciaal zijn voor de veiligheid van Londen! Oh nee, dan zeg ik het wel. Daar beweert u nogal wat. Oké, ik zal u een voorstel doen. Als u mij kunt helpen met dit probleem, help ik u met het uwe. Puzzeltijd! Dobbeldatums. Precies wel mooi na 80 van net. Bam, 81. Je wilt een speciale set dobbelstenen maken, omdat je niks te doen hebt met je vrije tijd. Voor op je bureau. Waarmee je elke dag van de maand kunt weergeven. Zoals de 12e in het scherm hieronder. Voor elke dag moet je beide dobbelstenen gebruiken. Dat houdt in dat dagen met één cijfer, zoals de eerste en de tweede van de maand, getoond worden als 01 en 02. Je dacht dat je het ontwerp af had, maar de onderstaande oplossing zal niet elke datum weergeven. Teken een cirkel om het cijfer dat veranderd moet worden. Interessant. Ik denk dat we gewoon moeten proberen de dagen af te gaan en te kijken waar het fout gaat. Stel je wil 01 weergeven. Hier een 0, hier een 1. 02, 03, 04, 05, 06. En dan heb je dus het probleem dat de 0 en de 7 zitten op eenzelfde dobbelsteen. Dus dat kan niet, want je hebt hier geen 7. Dus daar loop je de mist in. 08 gaat ook niet. Want je hebt hier je 8 zitten. Ik denk eigenlijk dat je op beide dobbelstenen een 0 nodig hebt. Dat lijkt me denk ik een hele logische keuze, of niet dan? Heb je op beide dobbelstenen een 0 nodig? Verder heb je natuurlijk alleen 1, 2 en 3 nodig om de eerste dagen van de maand te maken. Je hebt bijvoorbeeld 11, 12, 13, 14, 15, 16, hop, 17, 18, 19 en 10 zelf. Zie je, dat gaat helemaal goed. Je hebt alleen een... Ja, oké dan. Ik zit even te denken. Want je hoeft natuurlijk alleen maar 1, 2, 3. Er gaat geen enkele maand die in de 40 loopt, gelukkig. Ik zit te denken, er moet een getal vervangen worden met een 0. Welk getal kan vervangen worden met een 0? Voor mij staat ieder getal er maar één keer op, behalve 1, 2 en 3. Want die ga je meerdere keren nodig hebben. En ja, deze 3 hoeft in principe niet twee keer op te staan, want je hebt hier natuurlijk de 0 en de 1 al. Oh, wacht, ik denk dat ik wat snap. De 6 is omgedraaid een 9. Dus als je deze 6 nou even daar snel een 0 van maakt, voor mij kom je dan heel ver. What's boom, little bitch? Ik dat ik de oplossing heb gevonden. Bam. Zoals ik al vermoedde. Oh, wat goed. Je gooit hoge ogen. Dankjewel, dankjewel. De 6 moet veranderd worden. Met het huidige indeling kunnen de datums 07 en 08 niet worden weergegeven. Maar als je de 6 in een 0 verandert, kun je de 9 ondersteboven als 6 gebruiken. Yes! Dat ging best goed. Oké dan. Prachtig. Bedankt voor uw hulp. Hij praat opeens met een gekke stem. Kunt u ons dan nu iets vertellen over de man die hier eerder was? Afspraak is afspraak. Die klant die hier net was, is nogal een vreemde snuiter. Elke keer heeft hij weer andere kleren aan. Misschien denkt hij dat ik hem dan niet herken of zo. Oh, dus hij vermomt zich? Hij lijkt dit in elk geval te proberen. Hij zei dat hij niet in het openbaar gezien kan worden. Daarom draagt hij altijd andere kleren. En deze man komt uit Chinatown?
Inderdaad, blijkbaar komt hij hier om te ontspannen. Eigenlijk gaat hij elke keer hetzelfde. Hij komt binnen met die hoge hoed van hem, bestelt een drankje en zoekt een plekje bij het raam. Een hoge hoed? Jazeker, een hele hoge zelfs. Net als die van je vriend hier. Zo weet ik ook altijd dat hij het is. Maar deze man is al vertrokken voor vandaag, nietwaar? Dat klopt. Als u hier iets eerder was geweest, was u hem tegengekomen op zijn weg naar buiten. Professor, denkt u misschien dat hij terug gaat naar de pagode? Dat is goed mogelijk. Kom, laten we gaan kijken. Goed idee, kom op. Een fijne dag nog. Ik heb zojuist staatsgeheimen verklapt. Nu wordt het eindelijk leuk, want ik zat al heel lang te wachten tot we naar de pagode gingen. Want dan wordt de shit echt real. Daar staat die Barton, maar dat boeit me even helemaal niks. Ik ren weg. Alsnog is dat Barton. Waarom duwt hij door het raam? Ja, weet niet. Ik wil gewoon niet op klikken, oké? Ding is dus, als je eenmaal die toren ingaat, wat we nu eindelijk gaan doen, dan komt de confrontatie van tussen Leighton en Leighton uit de toekomst. En die shit is fucking vet. Ik dacht al lang dat we daarheen gingen, maar opeens moest ik even een biertje doen. Oké, Barton, ik klik op je, maar puur omdat het moet. Dit is niet vrijwillig. Hallo, Barton. Wat doe jij hier nou? Oh, hallo, Luke. Ik loop al een tijdje naar informatie te zoeken. En van al het lopen heb ik nogal trek gekregen. Dus daarom tuurde je bij het restaurant naar binnen. Ja, ik moet bekennen dat ik een schitterend stukje drillpudding mijn aandacht trok. Doe deze hongerige man een plezier en zeg niets tegen de inspecteur alstublieft. Ha! Ik zou er niet aan denken om je aan te geven, Barton. Maar waar is de inspecteur eigenlijk? Hij is in de stad. De inspecteur vraagt er iedereen die hij tegenkomt het hemd van het lijf. Als hij eenmaal een informatiebron heeft gevonden, weet hij er elke druppel uit te wringen. Oké. Dat geloof ik meteen. Goed gesprekkie, dankjewel game dat je dit even lekker forceerde. Woep, 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 woep. Ik wil naar die toren toe. We gaan naar de pagode, we gaan daar naar de kloten. Oh, mijn allerliefste Fluke. Ik heb overal naar je gezocht. Wat doe jij hier? Dat is niet aardig. Let maar niet op Luke, hij is alleen een beetje verrast. Wat een aangenaam toeval dat we elkaar hier treffen. Toeval? Oh nee, helemaal niet. Dit is voorbestemming. Fluke en ik zijn helemaal voor elkaar gemaakt. Zo zou je natuurlijk ook kunnen bekijken. Voorbestemming? Luke, wat heb je deze arme meid allemaal wijsgemaakt? Ik? Helemaal niks. Dit is allemaal misverstand. Bella en ik zijn niet, we hebben geen verkering ofzo. Tuurlijk wel, Luke. Oh, Fluke, wat ben je toch schattig als je in de war bent. Ik ben niet in de war en al helemaal niet schattig. Ik ben schattig. Kijk naar mij. Stil nu, mijn grote sterke man. We kunnen later verder praten. Ik wil je laten weten dat er vreemde mannen naar je op zoek zijn. Ze hadden het over de baas. Blauw petje, blauwe petjes en andere onzin. Dat klinkt niet goed. Professor, denkt u dat de familiozi ons op het spoor zijn? Ik vrees van wel. In dat geval zullen we ons moeten haasten. We moeten de pagode binnenkomen voordat de familiozi de bewaking in het gebied verscherpen. Wees niet bang, mijn allerliefste. Ik zal je beschermen. Oké, Belle. Bedankt voor de waarschuwing, maar je hoeft je om mij echt geen zorgen te maken. En nou alsjeblieft op met die rare koosnaampjes. Laten we gaan. Oh, Fluke. Wat ben je toch stoer als je zo kort af bent. Ze houdt ons wel erg gigantisch op. Ze van, oh nee, we moeten heel snel gaan. De veiliging wordt aangescherpt. Maar we kunnen wel praten met dit dikke ding. Yeah. Hoofdstuk 9. De meester van de pagode. Dit is echt een van mijn favoriete hoofdstukjes. Samen met het hoofdstukje waar Roodkapje opgegeten wordt door de wolf. We gaan niet met deze leuke man praten. We hebben even haast. Even geen puzzels oprapen onderweg. Geen depressieve wetenschappers. Het komt allemaal een andere keer. Wordt toch weer verzameld in een of ander oma's puzzelhoekje. I don't give a fuck. Vandaag niet. Ik wil even door met die storyline. Je moet een keer af. Ooit. We kunnen nu, als het goed is, nu dus de deur open hier. En dan kunnen we wel naar de pagode toe. En daar zijn de puzzels in Tenserino. Doe maar gewoon op de deur klikken nu. Ah, de pagode op zich is ook weer een puzzel. Wat een vreemd gebouw is dat. Het heeft verschillende daken. En van het volgende steeds kleiner is. Het lijkt wel een soort gezinnetje van daken. Wat schattig. Ja, deze bouwstijl werd nogal populair na jouw tijd. Oh, daarom komt alles meer zo vreemd voor. Maar jouw opmerking over die daken, dat ze een gezinnetje lijken, doet me denken aan een puzzel. Oh, yes! Wil je hem horen? Nou, nee, ik wil eigenlijk verder met de storyline. Maar hey, leuk dat je het aanbiedt. Telgen tellen. Klinkt gewoon heel goor eigenlijk. Oh nee. 10 broers en zussen wonen samen. Stel je voor dat je het 8e kind bent, Luke. De oudste dochter is het jongere. Ik heb hier geen zin in, joh.
Stel je voor dat je het achtste kind bent, Luke. De oudste dochter is het jongere zusje van de tweede zoon. En de oudere zus van de derde zoon. De vierde zoon is de oudere broer van de tweede dochter. En... Huh? Als ik even... What the fuck? Gebeurt hier? Er is zoveel informatie om te verwerken. Dat kan ik niet in een minuut. Dit is 10 keer lezen, joh. Dus de derde en de vierde dochter zijn geen jongens geboren. Is het op twee na laatste kind een jongen of een meisje? Tuurlijk is dat een meisje. Wat staat eigenlijk voor jongen en wat staat voor meisje? Ja, maar dat dit een meisje is en dit een jongen. Het is een meisje. Tuurlijk is het een meisje. We hebben meteen door. Kijk, die puzzel dacht dat is een meisje. Nou, ik heb verkeerd gegokt. Misschien moet ik het nog eens proberen. Ja, ik weet nu eigenlijk wel soort van wat het andere antwoord is. Oh, ik heb meteen 5 pikkerats ook. Ja, dat doet pijn. Dat hakt in je portemonnee van puzzels. Als je wel weet hoe deze puzzel werkt, veel succes. Het is niet dat ik het niet kan ofzo, maar ik heb hier gewoon echt geen tijd en zin in, joh. Een kind kan de was doen. Het antwoord is een jongen. Luke kreeg in het begin te horen, stel je voor dat jij het achtste kind bent. De vraag gaat over het op het twee na laatste kind, oftewel het achtste kind. Oh, dit was allemaal heel moeilijk extra informatie. Ah, dat is grappig. Schitterend, maar goed. Ik had van mezelf ook niets anders verwacht. En terecht. Ik bedoel, de leerling van professor Layton kan elke puzzel aan. Oké, mag ik nu hier naar binnen, zeg maar? Is dat een ding? Oh, nog een man met een puzzel. Wat leuk. Daar zijn jullie weer. Hebben begrepen dat meneer Layton weer terug is? Dat klopt. In dat geval neem ik aan dat u ons deze keer doorlaat. Vooruit dan maar. Ik heb geen bezwaar. Dat is eigenlijk niet helemaal waar. Dat rijmt. De baas liet weten dat ik alleen mensen door mag laten die deze puzzel kunnen oplossen. Dat is een goede bad guy. Niet gewoon mensen doodschieten, maar gewoon ja. Alleen als je de puzzel op kan lossen. Oh nee. Dit soort puzzels zijn echt mijn grote zwakte. Het is nog niemand gelukt om de geblokkeerde deur op te lossen. Probeer het maar eens als je durft. Als jullie de top bereiken, zal ik jullie doorlaten. Schuif professor Layton en Luke naar het bovenste vlakje om de puzzel op te lossen. Ik zuig zo hard in schuifpuzzels. Het is gewoon echt legendarisch. Hoe hard ik hierin kan zuigen. Het is legendarisch hoe hard ik kan zuigen. In bredere zinnen, maar... Het idee van dit soort schuifpuzzels is toch wel vaak het schuifgedeelte. Ik ben nu gewoon weer helemaal terug naar af aan het gaan. Ik wil eventjes resetten. Reset die ship maar. Het idee is dus van zo'n puzzel dat je bepaalde ship moet doen. Ik ga eerst die daarin pompen. Je moet vooral blokjes pompen waar ruimte is voor bepaalde blokjes. Je moet een beetje... Je hebt niet heel veel blokjes waar niks gebeurt momenteel, zeg maar. Dat moet je een beetje op gaan vullen. Je moet langzaam... Ieder blokje moet... Oh, dit is naar. Dit is gewoon heel naar. Ik kan deze even hierheen doen. Dan kan ik deze hierheen doen. Maar dan zit hieronder sowieso een blok waar niks mee gebeurt. Ik kan nu dit doen. Dan kan ik deze die kant op doen. Eigenlijk moet ik even proberen of die blauwe daarin kan of zo. Daar zo. Dan komt er misschien nog wat van. Shit is moeilijk, man. Shit is echt heel moeilijk. Ik kan ook hints kopen hiervoor. Hints zijn een ding. Ja, dan kom je niet verder met dat blauwe blokje natuurlijk. Ik wil deze eerst zo doen. Dan kan die daarin, maar dan heb je nog niks aan het blauwe blokje. Kan deze alweer hierheen pompen. Die daarin, maar dat doet ook niet heel gek veel of zo. Nee. We doen hem opnieuw en dan gaan we beginnen met een hint. Het groene blok zit in de weg. Je moet een manier vinden om dit blok te verplaatsen. Schuif professor Layton en Luke eerst naar links. Schuif het rode blok vervolgens naar beneden. En het blauwe blok naar de ontstane ruimte tegen de rechte muur. Oké, dus schuif professor Layton en Luke eerst naar links. Boep. Eerst naar links, ja. Schuif het rode blok vervolgens naar beneden en het blauwe blok naar de ontstaande ruimte. Rode blok naar beneden, blauwe blok naar de ontstaande ruimte. Oké, dan kunnen we dit doen. Dan kunnen we dit groene blok zo parkeren. Dan kunnen we deze hierheen doen, dit hierheen doen. Ik doe echt momenteel maar wat, hè. Dat heb je misschien door. Zitten we hier soort van op een gelijke padstelling als eerst. Maar toch ook weer een beetje anders. Ik waardeer dat. Ik doe mijn best. We maken een soort van ideepad. En dan kunnen deze hierheen. En dan kan dit hierheen. En dan kan dit hierin. Nou. Dit wordt me er nog eens eentje, jongens. Misschien. Weet niet. Wordt het wat? Ik heb geen idee of dit wat wordt. Ik wil even dat blokje een beetje meer deze kant op. Dan kunnen ze hierheen. Kijk, nou wordt het misschien wat. Het is een beetje onhandig dat dit blok er niet langs kan. En daar een gigantisch gat valt, maar... Oh. Zo dichtbij nu. Kom op, Rick. Geloof in jezelf. We zijn zo dichtbij een mogelijke oplossing van deze puzzel. Dan kan deze hierheen. Dan kan dit zo. Dan kan dit zo. En dan ben je net nergens, joh.
Zo dichtbij, maar toch zo ver van naast. Ah! Oké, we doen hem opnieuw. Deze hierheen, deze hierheen, deze hierheen. Ik koop gewoon de tweede hint. We gaan verder vader de eerste hint ophield. Schuif het oranje blok naar beneden, zodat het precies aanstaat op het blauwe blok. Hé, hey, dat had ik! Het lastige groene blok kun je nu naar links schuiven. Schuif het oranje blok vervolgens naar boven. Dus deze hierin. Zo, en dan het oranje blok. Oh, die moet je daarin steken natuurlijk. Je moet altijd een beetje gaatjes gaan vullen. Dan kun je heel sneaky ruimte besparen. Kijken of we vanaf hier wel verder komen. Waarschijnlijk niet, maar... Oh, dit ziet er heel redelijk bekend uit van net eigenlijk. Het is niet eens grappig, het is gewoon triest. Je zit oranje blok daarin. En je hebt weer deze situatie. Waar we net ook exact in zaten. Rick, wat doe je? Oké. Okay. Oké, we zijn nu weer zo. Schuif de oranje blok volgens naar boven. Maar de plek die is achtergelaten door het groene blok. Het groene blok is nu vrij. Oh, kijk, hij is vrij! Oké, maar niet door, joh. Oké. Even kijken of we daar wat meer mee kunnen dan. Misschien deels, soort van, een klein beetje. Heb je het groene blok hier? Dan kun je misschien zoiets... Ik kan deze wel hierin stoppen. Nu, dat is wel even een dingetje. Kan je deze hierin stoppen? Oh, wacht. Misschien heb ik nu wat. Nope. Ik kan geen enkel van deze blokjes nu bewegen. Behalve dat was een heel tof idee. Oh. Ja. Nee, we zitten weer een beetje op een punt waarvan... sommige blokjes niet kunnen bewegen. Die wel even zouden moeten bewegen. Dit kan nu wel zo. Dit wordt misschien wel wat. Ik zie redelijk wat speling hier tussenin. Ah! Balken zijn kut! Balkenstalker. Dit moet even gebeuren, ja. This needs to be a thing now, right now. Oh, kom op, Rick. We zijn zo dichtbij nu. We zijn zo dichtbij nu. Het enige wat er moet gebeuren is alles. Oh, wacht. Ja. Maar 62 zetten. Take that, bitch. Woe, deze deur stinkt. Die klus is geklaard. Oeh. Geweldig. Je mag de deur door. Ik had eigenlijk trouwens de vorige aflevering beloofd een super interessant feitje te vertellen. En ik heb het super interessante feitje niet verteld. Dat van mensen en bananen. Was best inspirerend. Maar dat is niet het uiteindelijke feitje. Ik heb trouwens dat gouden condoom bekend uit de vlog nog steeds. Ik ben benieuwd of het condoom zelf ook goud is. Maar straks valt het tegen, weet je wel. Ik durf hem niet open te maken. Bij de 10.000 abonnees maak ik hem open. Blijkbaar had de baas gelijk. U moet degene zijn op wie hij heeft gewacht. Prachtig. Waar kunnen we hem vinden? Volg de straat naar de pagode. U kunt maar beter opschieten. Ho. Echt waar hoor. Denk ik. Krijg vast wel een cool filmpje van... Wow, het is zo mooi daar. Lieve kijkertjes. Ik ga u bedanken voor het kijken van deze aflevering. Van Professor Layton en de verloren toekomst. Ik laat jullie graag achter met een puzzeltje. Maar ik heb net een puzzeltje gehaald. Dus sorry daarvoor. Dan jou kijken naar deze aflevering. Volgende aflevering gaan wij die smerige pagode induiken. En de confrontatie met meneer Hooghoed aan. Er zijn best wel wat redelijke pittige puzzels in de pagode. Dus we moeten even kijken of dat gaat lukken. Tenminste, ik kan me herinneren dat ik heel veel gescholden heb een paar jaar geleden toen ik het deed. Dus dat is een kleine hint dat het kut wordt. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Misschien. Dankjewel voor het kijken. En doei! Pop! Dankjewel voor het kijken. Doei!